kunnen het wel 101 keer roepen. Maar één keer luisteren zegt genoeg. De beste muziek. De meeste hits. 101. The Young Generation. The station of a young generation. Het is weer vrijdag. Rabo Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Radio 58. Luisteraars, goedemiddag. Tot 6 uur is dit een nieuwe aflevering van de Rabo Top 40. De 40 populairste platen van Nederland in de juiste volgorde. En de Rabo Top 40 wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 in samenwerking met de grammofoonplaten detailhandel en industrie. Objectief en betrouwbaar, en dat al meer dan 30 jaar. Dit programma hoor je om 3:15 de Top 40 Toto. En straks spelen we ook weer het grote frequentiespel. Nou, dan gaat hij dan de Top 40, de 34e jaargang, nummertje 4. Officieel gedateerd zaterdag 24 januari 1998. Maar we zetten hem vandaag op deze vrijdag de 23e al uit. We hebben deze week 3 nieuwe binnenkomers. Straks komen we tegen 11 oude alarmschijven. 13 platen die stijgen, 20 zakkers en 4 platen die zijn blijven staan op dezelfde plek als vorige week. Verder 10 stipnoteringen, 4 superstippen en 9 Nederlandse producties, waarvan er 5 in de Nederlandse taal zijn gezongen. En wat staat er deze week op nummertje 1? Nou, je gaat het straks horen, even voor 6 uur. Elke vrijdagmiddag op 538. De Nederlandse Top 40 met Erik de Zwart. 40. Radio 538. Bravo Top 40. 538. 39. 101.2. Radio 538. Voor nu een hoorspel. Een ieder heeft wel eens te veel gezopen. Nou, zeg dat. En dan denk je stemmen te horen. Je bedoelt mij dus. Nou, hebben discjockeys met een te groot ego in nuchtere toestand dat ook. Daar ben ik weer. Niets is meer hinderlijk dan je ego dat praten kan. Zeg dat niet. Maar goed, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Top 40 Toto. Maak je nuttig, joh. Wat valt er vandaag te verdienen? Niet in deze Club Brands deel 2. Oh, bedankt. Het alternatief is langskomen in de studio voor Radio 538. Met iets lekkers natuurlijk, hè. En een hand van Erik de Zwart. Nee! Herken zometeen de 3 platen uit de Top 40 en zoek vervolgens de noteringen van deze songs op in het gedrukte exemplaar van zaterdag 24 januari. En nou jij? Zet je antwoord op een briefkaart, meld op deze telefoonnummer waarop jouw verdachte bereiken bent. Wat op, want daar ben ik weer. Daar zijn ze weer. Die 3 fragmenten. En je weet het, die fragmenten krijg je zomaar. Maar voor je noteringen moet je er wel eerst nog even wat doen. Ik hoor nog niks hoor. Het eerste nummer. Het derde nummertje. Baby, don't go. Waited for so long. En dat waren ze dan. Oh, nu al? Stuur nu jouw briefkaart voor aanstaande donderdag naar Radio 538. De Top 40 Toto op postbus 2-538-1200. Maak je nuttig. CM. Tot zo. In Hilversum. En win 1 van die 10 CD's Club Friends deel 2. Dat zeg ik. Uitgeloofd? Ik wel. Oké, okay, dan nu pas. Een echt staaltje ego. Young Generation. 131. Als je ooit in Spanje of op Ibiza op vakantie bent geweest, moet je ze absoluut kennen. De Benga Boys zijn namelijk 2 Spaanse DJ's, wil het verhaal, die al een jaartje of 5 met een oude Amerikaanse schoolbus door Spanje toeren. Ze zetten op willekeurige plaatsen hun apparatuur op het strand op en geven illegale feesten. En die feesten eindigen pas als de Guardia Civil daar een einde aan maakt. Na een korte tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht wegens verstoring van de openbare orde, zijn ze dan nu weer op vrije voeten en ze hebben ook een nieuw plaatje. Jazeker. Luister naar de Benga Boys met To Brazil. In de top 40.